Gisteren heeft u kunnen kijken naar het item over de nieuwe architectuursprijs die in Hilversum in het leven is geroepen. U heeft toen de 10 genomineerde architecten kunnen zien die kans maken op deze prijs. Peter van Dulst vertelt in het kort waarom dit de genomineerden zijn. Hier zie je het filmtheater in de Herenstraat. Waarom genomineerd? Omdat hij voor met een heel krap budget op een hele moeilijke plek, met ook nog een eis om zo duurzaam mogelijk te bouwen, vinden wij of dat hij genomineerd moet worden, omdat er toch een heel mooi eindresultaat is ontstaan. Een tweede, een stuk van Liebergen. Het vooroorlogse gedeelte van Liebergen vinden we dat daar zijn 3 architecten bezig geweest. Die, een sleets wordende buurt volledig hebben vernieuwd. En dat op een redelijk unieke manier gedaan hebben. En waarom alle 3 die architecten? Omdat ze het alle 3 toch op hun eigen manier gedaan hebben en er toch wel duidelijke verschillen tussen die architecten zitten. Ooievaarplein. Weer een hele andere opgave, ook in Liebergen trouwens, maar dan in het naoorlogse gedeelte, waar een straat gesloopt is en dit prachtige plan voor in de plaats is gekomen. Modern, maar met een knipoog naar de architectuur van Dudok. Dan de Hestiahof, ook niet de makkelijkste plek in Hilversum om iets neer te zetten. Wij vonden dat die genomineerd moest worden omdat daar toch een mix van oud en nieuw ontstaan is in de sfeer van Frank Lloyd Wright en Dudok, waar we toch ook graag het oordeel van de jury over wilden hebben. Nog zo'n object wat niet beslist de makkelijkste was, de Cocon aan de Neuweg. Een dakloze opvang en jongerenhuisvesting, gecombineerd in één plan. Waarbij hele discussies met de buurt gevoerd moesten worden om dat daarin te passen. Waar rekening gehouden moest worden met bestaand groen. En waarvan wij vinden dat de architecten daar toch een redelijk onmogelijke opgave toch tot een mooi resultaat hebben weten om te bouwen. De Naardenstraat, heel bijzonder vonden we die om te nomineren omdat het een heel moeilijke stukje stedelijke vernieuwing is. Op een plek waar het heel erg passen en meten is om daar een mooi plannetje in te krijgen. En wij vinden dat dit een nominatie verdient omdat de architecten daar volgens ons op een hele mooie manier in geslaagd zijn.
Dan de sporthal De Lieberg. Nou, het is natuurlijk een plan wat nog lang niet klaar is, want het is het oude gasfabriekterrein waar nog veel meer moet komen. Maar we vonden toch dat de sporthal, die in 2007-2008 gereed gekomen is, een dermate bijzondere architectuur heeft, dat we nu alvast zeggen, nou, we willen die toch ook aan de jury voorleggen. Onder andere omdat de staalconstructies die erin zitten ook heel erg bijzonder zijn. Dit is dan nog een stukje van Liebergen, de tweede architect die daar bezig geweest is. Je ziet hier de Minkelenstraat. Heel andere invalshoek ook weer dan wat Marloes van Haarden heeft gedaan. Dus we hebben die ook aan de jury voorgelegd. Nog een hele moeilijke invulling, het oude stadskantoor, wat voor deel vernieuwd is, maar wat in ieder geval een hele mooie nieuwe gevel gekregen heeft, waar ook een hele uitgebreide discussie ook in de buurt over geweest is. Wat een bijzonder gebouw geworden is, zowel wat betreft het gevelbeeld, maar ook zeker binnen, waar de binnenhuisarchitectuur heel erg veranderd is. En een van de redenen om deze te nomineren is natuurlijk dat het een hele moeilijke opgave is om juist tegen het oude raadhuis van Dudok aan, om daar tegenaan een nieuw stadskantoor neer te zetten. Nou, vandaar deze nominatie. De laatste. Dat is het laatste stukje van Lieberg, wat dus nogmaals door drie architecten gedaan is. Dit is de derde architect en daar heb ik al eerder over verteld. En zo komen we aan 10 nominaties. U kunt uiterlijk nog tot morgen stemmen op uw favoriete architect op www.gooienemlander.nl onder het kopje regionaal. Op 8 april worden de winnaars bekendgemaakt.